Dames en heren, wat geweldig dat jullie kijken naar wederom een nieuwe aflevering van Serious Oplossingen voor Serieuze Problemen, waar ik vandaag de oplossing bied voor een heel groot probleem. U heeft het vast allemaal wel eens meegemaakt. U zit net lekker in de tuin een boze e-mail te sturen naar de docent van uw dochter, omdat hij er zojuist een onvoldoende heeft gegeven. En dan opeens kijkt u omhoog en dan ziet u dit. Van schrik laat u uw sigaret en uw blik Schultebrouw vallen. En u weet gelijk wat er aan de hand is. Maar u komt erachter dat dit helaas niet het enige blijkt te zijn. De oprichter van uw favoriete social media platform blijkt niet te zijn wie hij zegt dat hij is. En de feiten liegen er niet om. En zelfs dat blijkt niet het einde te zijn. Je pasgeboren kind injecteren ze expres met corona en ze behandelen je alsof je AIDS hebt. Wees echter niet getreurd, ik kom niet alleen met slecht nieuws. We hebben natuurlijk een oplossing. Vergeet afstand houden, vergeet binnenblijven en vergeet het dragen van maskers. Hier komen een aantal tips waar je echt mee geholpen wordt. Stuur bijvoorbeeld al je vrienden tegelijkertijd een vriendschapsverzoek. Hier zal Mark Zuckerberg, of hoe die dan ook mag heten, niet van terug kunnen komen. Of wat dacht je van een e-mail sturen naar het Witte Huis om de hele situatie uit te leggen? Heeft u het per ongeluk in het Nederlands gestuurd? Geen probleem, hij begrijpt het wel. Laat je niet verleiden door de slinkse media en kijk naar het echte nieuws. Vergeet ook niet je eigen onderzoek te doen en de resultaten daarvan op je favoriete Facebookgroep te delen. Zijn er mensen met andere bevindingen? Zeg dat het fake nieuws is. Ook is het nog belangrijk dat wanneer je zelf onderzoek gedaan hebt, dat je je bronnen niet met de anderen deelt. Iedere bron is namelijk open voor interpretatie en geeft nooit de hele waarheid. Wil je graag nog meer doen? Dan zijn deze laatste twee tips speciaal voor jou. Steek bijvoorbeeld een 5G-mast in de fik. Of bedreig de koning en geniet van alle positieve reacties. Hij wist tenslotte dat het eraan zat te komen. Begin je te koken van woede bij het zien van deze foto? Gefeliciteerd, je bent al aardig op het juiste pad. Dit waren alle tips van deze video. Wil je nou meer zien? Abonneer op mijn kanaal en laat een duimpje achter op deze video. Heb je nog vragen over deze tips? Stel ze in de reacties en ik zal er zeker op reageren.